Een bijzonder goede dag. Wat leuk dat u heeft ingeschakeld bij deze masterclass. En in dit geval gaan we mee met het Dutch Culinary Team. Ik noem het ook wel het oranje legioen van onze kookhelden. Een behoorlijke delegatie normaliter, maar we hebben een afvaardiging van twee van het team mogen krijgen in deze keuken. Marco en Davy, bijzonder welkom. Wat fijn dat jullie op dit vroege tijdstip hier alweer konden zijn. Beide heren zijn inderdaad lid van het Nederlands team. Het legioen noem ik ze ook wel eens. Die meedoen aan internationale wedstrijden. En niet onverdienstelijk, want zeer recentelijk nog wat prijzen en medailles in de wacht weten te slepen. En wij vinden dat leuk. Wij besteden daar graag aandacht aan. Ik heb het boekje me even meegenomen. We hebben van het team ook alle recepten mogen ontvangen van de laatste wedstrijd waar ze mee hebben gedaan. En die recepten kunt u gewoon downloaden. Dus als u naar de link gaat die onder in beeld staat, kunt u gewoon alle recepten downloaden. En kunt u vandaag rustig gaan meekijken. Ik heb al respect voor mensen die zich in de culinaire markt begeven en zeker dit doen. Want beide heren zijn ook nog heel erg druk in de eigen werkzaamheden. Bij het Amsterdammetje en bij Dorset Mansion House. Dus je kan ook niet zeggen dat de heren niks te doen hebben. En dit er maar even bij doen. En dan ook nog een jonge vader zijn. Ik vind dat het respectvol. Dus. En dan ook nog even naar ons toe willen komen. Dus dank op voorhand. Jullie gaan twee gerechten voor ons presenteren die ook tijdens de wedstrijd gepresenteerd zijn aan de jury en de vakjury, waar je uiteindelijk ook de medailles mee hebt gewonnen. En we zeiden het al toen de mannen aankwamen, je kunt wel zien dat jullie wedstrijdchef zijn. Zo gedecideerd, alles bij zich, keurig netjes, plateautjes. Zoals Marco zo mooi zegt, ik ga ervan uit dat er niks is, ik neem alles strak mee. Nou, dat vinden we, dat kunnen we zien, dat daar een bepaalde filosofie in zit. En dat willen we vandaag natuurlijk ook heel graag zien. Dus ik geloof dat Marco gaat beginnen. Ja. En jouw eerste gerecht gaat pleten ook gelijk en daar de uitleg bij geven. Het kan wel zijn, als jullie het ermee eens zijn, dat ik tussendoor af en toe een vraag stel. Want met alle respect, ik ben geen wedstrijdchef. Dus als ik wat tegenkom en denk, hoe dan? Hoe doe je dat? Ja, dan ga ik die vraag wel even stellen, als je het daarmee eens bent. Ja, stel maar. Akkoord. Ik wens u veel kijkplezier. Ja, dan mag ik beginnen. Kijk, het gerecht is een vegan tussengerecht. Dus wat we hebben gedaan is een beetje gekeken naar Hollandse producten. Aardappel, wortel, ui, een beetje dat soort dingen. En dan een beetje een Amsterdammetje twist er ook aan gegeven, want dat is natuurlijk de zaak waar ik al jaren werk. Dus daar een beetje Europese of wereldse smaken. En dat is ook een beetje uiteindelijk het thema van de wedstrijd ook die we hebben meegenomen. Dus een beetje VOC-achtige stijl dat Nederland over de hele wereld is geweest. Allemaal specerijen heeft vergaard naar ons eigen land toe. En dat hebben we ook terugproberen te laten komen in de gerechten tijdens de wedstrijd. Dus het gerecht bestaat uit van onder naar boven een aardappelduchesse, alleen dan vegan. Dus ik heb boter vervangen door plantboter en kaas vervangen door vegan kaas. Waardoor je toch wel een beetje, een beetje die zalvige structuur van binnen krijgt. En crunchy aan de buitenkant, want die kaas dat bakt natuurlijk lekker een beetje krokant af. Ja, dat, heb je geen concessie hoeven doen als je normaliter met normale kaas werkt, zeg maar. Is dat voor jou nee, dat heb je wel deels één op één kunnen doen, maar je hebt wel een beetje kikkertenvocht toe moeten voegen. Okay. Eiwitrijk natuurlijk. Dat geeft ook weer een beetje dat iets meer souffleert, dat het niet een heel compact beslag wordt. Ja. En dat was gewoon een beetje testen en na een poosje kwam dit eruit. Ja, dan, maak je eigenlijk gewoon een mooi duchesbeslag, doe je in een spuitzak, een klein spuitmondje erin en dan spuit je eigenlijk van die tartaletbakjes helemaal vol. Ja. En die bak je dan af in de oven, 180 graden, een x-aantal minuten. En dan koel je het weer terug en dan ga je het gewoon als mee mag frituren. Ja. En dan heb je gewoon een lekker krokant bakje. En dan hebben we daarin een crème van bospeen en een gel van curry. Dan hebben we een rendang gemaakt van wortel. Dus eigenlijk heb ik wortel heel dun op de mandoline gesneden, dat je een soort draadjesvlees hebt. Alleen okay. Op lage temperatuur frituurd, dat eigenlijk een beetje confit slash een beetje structuur krijgt van draadjesvlees. En dat opgezet met zelfgemaakte rendang. Dus lekker met echt een boemboem maken, veel met olie opzetten en daar dan dat lekker laten trekken. En dan een recept wat wel heel veel inhoud heeft, waardoor je heel snel heel veel smaken krijgt. Maar je zit natuurlijk met een eindtijd van de wedstrijd. Je moet bepaalde tijd alles af hebben. Want tijdens de wedstrijd is het echt van scratch aan echt beginnen. Ja. Dus echt op nul starten. Je hebt eigenlijk 5,5 uur, 5 uur mis plas tijd. Dan moet je ook rekening houden met netjes werken, jury die het om je heen staat. Ja. Om te controleren of je geen vieze dingen doet. En daar krijg je dan plus of minpunten voor. En hoe doen jullie dit trainen? Want voor mij hebben jullie ook veel trainingsdagen zeg maar, buiten de werkzaamheden om. Dat je in principe trainen we hebben twee opdrachten. Hè. Dit is dan voor de chef's table. Dan kook je voor 12 gasten. Dat is dan gewoon, je begint met een koude schotel met kleine hapjes. Dan een showschotel, dan het vegan gerecht, dan het hoofdgerecht van Davy.
En dan dessert en nog friandises. En dan heb je nog de andere opdracht, is 120 man van bovenaf gerond voor 3 gangen. En ook van scratch naar het eindresultaat. En dan sta je met 6 man in de keuken. 2 op het voorgerecht, 2 hoofd, 2 na. Hey, en doen jullie het ook echt verdelen? Dat je zegt, Davy heeft dit gedaan. Focus jullie ook zeg maar op 1 onderdeel? Of is dat uiteindelijk toch met z'n allen weer bij elkaar? Ja, je start wel allemaal vanuit het punt waar je verantwoordelijk voor bent. Maar je controleert het wel met z'n allen. En je gaat wel zorgen dat we het ook allemaal weten, zeg maar. En dat we het ook, als stel er valt iemand uit, dat ook iemand anders het zo kan overnemen. Ja, ja. Zo, je kan zo met je vinger eraf snijden. dat is ook waar. Ja, dan moeten we toch door. waar was ik? De rendang dus. Ja. Daarop komt dan een plak winterpeen. Die hebben we geconfijt en dan in rendangolie gelegd. Dus de olie die boven komt drijven bij de rendangpasta. Daarop komt dan ijs van kokos, pinda en citroengras. En daarop komt dan isomalt krokant van wortel en wat ingelegde uitjes. Dus eigenlijk bouw je gewoon een heel leuk taartje op en dan komt er nog een tonkakai saus bij. Op basis van kokos, vegan, bouillon. Ja, hele mooie basis jus eigenlijk, vol nog wat. Maar vegan was wel echt een van de onderdelen opdrachten. Ja, dat is eigenlijk iets wat al langer terugkomt. Ja, het wordt zeg maar een beetje opgedeeld in 3 blokken de wedstrijd. Dus je krijgt zeg maar een x-percentage van de score haal je met het voorgerecht en de schotel. En dan heb je 40% van de punten haal je met het vegan gerecht en het hoofdgerecht. Dus dat is eigenlijk het grootste aandeel. En dan heb je nog dessert. Daar kan je 30 punten met vrienden halen, zeg maar. Ja. Wow. Ja, dat is wel, we zijn benieuwd. Van belang. Ja. Nou, dan heb je dus het bakje. Die heb ik net al voorgefrituurd. Dat is gewoon lekker op 190 graden, dat hij mooi lekker wat kleur krijgt. Dan hebben we de currycreme. Of de bospeencreme. Nou, dan doen we een stipje onderop. De rendang. Nou, die heb ik al lekker opgewarmd. Zoals je ziet, dat is lekker vlezig, lekker, ja. Lekker stover. Ja, dat is, door dat frituren moet je daarna wel even laten uitlekken, want dan is het één grote vette hap. Dus dat is nu wel lekker gelukt. En ik stoof hem eigenlijk ook een beetje op met een beetje van de saus, dat hij weer een beetje die smaak nog doorkrijgt. Ja. Dan hebben we de currycreme. Doen we daar gewoon leuk een beetje omheen. Is het een creme of een gel, de gel. Curry? Ja. Mag ik vragen waar je mee chileert, waar je mee gezeten? Ja, met akker. Met akker. Ja, dat is gewoon een zeewierbasis natuurlijk, ja. Dus kan je mooi toepassen. Dan hebben we de winterpeenplak. Die leggen we mooi erop. Kijk, eigenlijk is dit maken we natuurlijk allemaal lekker warm. En dan staan we met een mannetje of 4 staan we te dressen. En dan 2 blijven in de keuken, die geven alles aan. Ja. En dan de rest staat aan de pas en doen de laatste handelingen. Dus je hebt ook best wel wat handen zeg maar, die je ook kunnen gaan meegeven. Dan hebben we die uitjes, doen we mooi eromheen. Uien en zoetzuur waren het, hè? Ja, ja, gewoon rode uien en dan basiszoetzuur erop. Vind ik zelf wel heel lekker. We hadden ook met corona moesten we pakketten bezorgen. En toen betrapten we ons erop dat we eigenlijk overal zoetzuur rode ui bij deden. Zo lekker vinden we dat eigenlijk wel. Ja, een klein beetje venkel zit er natuurlijk ook nog bij. Gewoon lekker rauw eigenlijk. Het venkel heeft natuurlijk een beetje mooi dat aan nijzer en dat gaat wel lekker met die rendang. Kijk, eigenlijk dit rendang recept, die gebruiken we op de zaak ook gewoon weer voor rund, lam. Ja, het is gewoon een goede basis voor heb je op de zaak überhaupt, even los van je wedstrijden, heb je op de zaak veel vraag naar vegetarisch versus vegan eten? Is dat, ja, wij merken, we hebben het geprobeerd. Dus wij proberen dan 1 gang in het menu helemaal vegetarisch te doen. Maar wij merkten gewoon dat de gasten daar nog een beetje moeite mee hebben ons. Dus nu doen we gewoon een klein percentage vis. En dan gewoon echt goed groentegerecht, ook met het verhaal van onze eigen tuin. Want we hebben onze eigen tuin in Loenen ook aan de andere kant, mijn vaste gast. En zodoende proberen we steeds meer naar echt een vegetarisch gerecht. Dat wij het ook wel belangrijk vinden om dat ook te laten zien, laten proeven. Ja, ja, ja. Het is ook gewoon toekomst. Want kijk, mensen willen, er zit een zekere stop op wat gaan mensen nog betalen voor je menu. En wij moeten daarin creatief zijn dat we wel gewoon prijstechnisch gewoon goed in de markt blijven. Waardoor het diverse publiek voor ons ook blijft terugkomen. Ja, nee, duidelijk verhaal. Dus je hebt natuurlijk in Stichtse Vecht heb je natuurlijk 3 sterrenzaken zitten. Ja, die moeten allemaal wel een beetje publiek binnenkrijgen. Kijk, hebben we het ijsje. We hebben eigenlijk gewoon kokosmelk is natuurlijk heel vet. En als je dat opdraait in een blender/mixer, ja.
Ja, dan krijg je al een beetje een luchtige massa. Als je dat dan invriest en goed hard laat worden, je draait dat erop, heb je een hele crème. Eigenlijk gewoon wat de paakbiljet ook doet bij het ijs. Ja. Om door die vettigheid in de kokos. Ja, je hebt daar weinig spullen bij nodig om dat te bewerkstelligen. Ja, dus daarom is het een ideale basis om gewoon snel ijs te kunnen maken. Ja. En goed te kunnen portioneren. Ja. Ja, maar je moet ook rekening houden met waste art. Dus, daar word je ook op beoordeeld. Dus je moet ook gewoon, zeg maar, net zoals bloemen, kruiden, alles wat je meeneemt, je moet gewoon niet te veel meenemen, zeg maar. Oké. Ja, en dat leer je na zo'n eerste keer, is dat heel duidelijk, zeg maar. Wat was het, kun je het nog herinneren wat de jury van dit gerechtje vond? Wat ze, ja, dat ging heel gedetailleerd, hoor. Dat was, kijk, smaaktechnisch allemaal prima, alleen dan ging het ook over dingen als hoe je het verwoordt. Dus een duchesse, dit is volgens hun dan geen duchesse, dus mag je het eigenlijk ook geen duchesse noemen. Dan moet je het eigenlijk gewoon een vegan aardappeltaartje noemen. Ja, dat zijn allemaal die punten waar je ook weer punten mee scoort of punten van aftrekt. Oké. Nou, dat was wel weer leerzaam. Hoe lang zit jij al bij het Nederlands team, Marco? Ja, een jaartje, anderhalf. Ja. Ik ben een beetje de broekie. Krokantje wortel en isomalt, zei je, tot poeder gedraaid, neem ik aan, opgekookte poeder gedraaid en dan dun in schabloon? Is dat eigenlijk gewoon winterpeenpuree basis. Ja. Je hebt natuurlijk resten van het uitsteken van de bosbeen, dus eigenlijk gewoon alle resten gooi je gewoon in de zak. Gaarstomen en dan opdraaien met isomalt, poedersuiker, chardonnay zijn, noem het wat. En die massa zeven en dan in een martellato schabloon smeren. En dan gewoon drogen of afbakken op 120 graden. Ja. En dan gewoon in een luchtdichte bak opslaan. Ja, super krokant. Ja. En ook dat pittige van die rendang, dat is natuurlijk best wel spannend om samen met zoet en zuur te eten. Dat brengt ook dat allemaal weer omhoog. En zeker dat beetje dat volle van die aardappel, dat maakt ook wel een spannend happy. Ja. Ik vind de combinatie met ijs ook erg leuk. Dat vind ik zelf altijd wel leuk eten. Want je hebt natuurlijk een beetje warm-koud effect. Nou, dus hebben we het taartje eigenlijk praktisch af. Dan heb ik hier die saus dan. Doen we even een beetje opstaven. Dat doe ik eigenlijk altijd als eerst al in bord, want dan zit je niet zo te prutsen dat je over het taartje heen loopt te scheppen. Nee. Je hebt altijd een beetje verrassingsaspecten bij die wedstrijd. Want ook daar kregen we ineens een ander bord dan dat we verwacht hadden. Dus we hadden ineens een hele grote spiegel, waardoor je saus helemaal uitliep. Toch weer een heel ander. Het zag er toch net weer even anders uit. Maar goed, de smaak was uiteindelijk prima. Ja, dan lekker die venkel en preiolie, zeg maar. Heb je überhaupt bij die wedstrijden ook kun je meekijken met collega's uit andere landen? Of is daar gewoon überhaupt geen tijd voor? Ja, wij kwamen vrijdag aan en dan had je de openingsceremonie. Nou, en zaterdag hoefden wij nog niet te koken, dus toen zijn we gaan kijken bij andere landen. Ja. Dus je staat zeg maar in een soort van een glazen / witte box. En daar kan je door allemaal glazen natuurlijk even kijken bij andere landen. Nou, dat hebben we ook gedaan. Dan zie je toch hoe sommige landen het aanpakken. Dat is toch wel interessant. Daar leren wij ook weer van. Ja. Ook gewoon dingen die hun anders doen dan wij. Ja, dat is nooit, word je nooit dommer van, zeggen we dan. Zo'n taartje in het midden. Kijk, in sommige gerechten moet ook aan bepaalde eisen voldoen. Hè? Dat je moet warm, koud, ijs, cake, noem het wat. Dus bij dessert zit er best wel veel eisen aan. Waar je al minpunt op krijgt als je daar niet aan voldoet. Ja, maar ik neem maar dat al die formats en al die voorwaarden zijn allemaal bekend bij jullie. Duw maar man dat jullie gaan bepalen wat je gaat maken. Je hebt natuurlijk teambegeleiders. Dus ja. Bert, Waldrik, Charlotte. Die regelen eigenlijk grotendeels dat de uitwerking duidelijk wordt voor ons. En daarbij moeten we het natuurlijk zelf ook even doorlezen. Maar de belangrijkste punten worden al wel aangekaart van, let hier even op. Dit zijn nieuwe regelgevingen in vergelijking met de afgelopen jaren. Dus dat is wel nuttig dat ze dat doen.
Ja, dan hebben we hem eigenlijk. Hè. Ja. Dus ja, de rendangsaus, tonkakai-saus met daarbij de preiolie, pondiches, vegan, daarin dan wortelrendang, ijs van kokos, citroengras en pinda, wortelisomalt en ja, lekker wat kruidjes en bloemetjes. En dan lekker snoepen. Wat voor prijs hebben jullie hiermee gewonnen? Welke Brons. Brons? Ja. Dat was onderdeel van het brons. Ja. 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 Knap. Ja, je merkt dat de kwaliteit ervan afspat tussen haakjes. De manier hoe je er uitleg over geeft. Maar volgens mij kunt u ook wel meekijken en weet dat er heel veel handelingen van tevoren zijn gemaakt. En, ja, het is ook gewoon een proces van een jaar, weet je wel. Dus ja. We kunnen dit op een gegeven moment ook gewoon helemaal dromen. En recepten moet je uit je hoofd kennen eigenlijk wel. Want ja. Het is zo vaak geoefend. Je hoeft het niet alleen te oefenen met elkaar, zeg maar. Je kan ook zelf oefenen op de zaak. Ja. Dan ga je gewoon tijd trainen en doen. Ja. Nou, dan weet je of je het gaat redden of niet. Ja. Dus je gaat wel voorbereid de wedstrijd in, om maar zo te zeggen. Ja. Voor u heeft het gezien. Ik kan me heel goed voorstellen dat u denkt, ja, maar dat isomaltkokantje of die gel die met akka, hoeveel akka, et cetera. Dat kun je gewoon in de download krijgen. Marco en collega hebben alle recepten aan ons gegeven. Dus die kunt u gewoon downloaden. En ik zeg altijd in ieder geval de inspiratie eruit halen en de techniek kopiëren hoeft niet. Maar je mag ook leren, toch? Ja, Marco, ik kan alle dingen toepassen. Dank. We gaan denk ik een klein beetje ruimte maken. Want Marco is niet alleen. Davy is ook hier. Dus, ja, onze sterspeler komt eraan. Daarom. Dus we gaan ons opmaken voor gerecht nummer 2. Nou, inmiddels Davy achter het fornuis, wou ik bijna zeggen... gekropen. Ik hoorde van Marco, de sterspeler van het team. Nou ja, dat de aanvallende spits. Dat is erg vriendelijk. Maar voor mij is de onderlinge band met jullie in het team sowieso erg goed. Hè? Ik bedoel, ja, dat moet ook. Dat moet ook. Je bent ook je vrije tijd offer je op om te trainen met elkaar. Ja. Dus je moet het ook leuk vinden met elkaar. En je gaat natuurlijk eens in de zoveel tijd met z'n allen op pad. En dat hecht ook wel een band. Ja, ik zie ook dat buiten feit omdat jullie altijd enorm gefocust zijn. Wat ik altijd meekrijg is het plezier tussen haakjes daar waar het mogelijk is. Spat er dan ook wel af. En dat is ook voor mij een beetje typisch Nederlands. Dat kunnen wij ook prima. Zit jij al lang bij het team? Ik zit ongeveer 4 jaar bij het Nederlands team nu. Dus ik ben 2 keer mee geweest onderhand. Ja. Leuk. Ja. En je gaat vandaag voor mij de rumpsteak laten zien. Wat uiteraard ook compleet op recept staat. Er zitten behoorlijk veel garnituren bij. Ja. Ook die zijn helemaal uitgewerkt door Davy. Dus die kunt u gewoon downloaden. Kunt u nu eigenlijk gewoon rustig mee gaan kijken met de uitleg van Davy. Dus aan jou graag het woord. Ja, zoals al gezegd, de main course, het hoofdgerecht. Ja. Rumpsteak en chucksteak was een vereiste. Dus die kregen wij daar. Dus daar konden we niks aan prepareren of iets dergelijks. Rumpsteak, gewoon eigenlijk biefstuk. Alleen ietsjes fijner trancheren, dus snijden, omdat de structuur wat grover is. Ja. En de chucksteak, dat kunt u eigenlijk zien als sucade. Dus die hebben we mooi gestoofd. Om te beginnen een puree van selderij. Mooi strak ringetje. En dan het eerste garnituur is gemaakt van paddenstoeltjes. Dus we hebben een duxelle eigenlijk. Een salade van paddenstoel. Alles voor je garnituur mocht je wel meenemen, Davy. Dat word je daar niet aangereikt? Of moet je dat ook... Nee, je neemt alles mee. Dat is ook, ik vind dat persoonlijk het mooie van het wedstrijd koken. Want je kunt het als een nadeel zien. Maar je kunt alles afgemeten meenemen. Dus alles wat je aan weest overhoudt, is je eigen schuld. Ja. Maar ook vooral voor Marco net met zijn tweetjes en dat soort spullen. Die kun je echt op de gram nauwkeurig afgewogen meenemen. En dan gooi je het bij elkaar in. Oh, en dan is jouw product klaar. Okay, top. Dus dat scheelt gewoon gigantisch veel tijd. Ja. Even kijken, ik ga hem eventjes hier dresseren. Dan komt daarop een cracker gemaakt met paddenstoel. De paddenstoel die we gebruikt hebben is champignon. Mag ik heel brutaal, terwijl je bezig bent, vragen hoe je de cracker hebt gemaakt? Want... Ja, de cracker is een gepofte rijstenvel eigenlijk. Ja. En we hebben de paddenstoelen gedroogd. Dat telt dan als droogwaren. Dus dat mag je wel in het voren doen, want dat kan dus niet in de bereidingstijd. En die gedroogde paddenstoelen, daar poederen we de cracker mee, zodat die een hele intense smaak krijgt. Gaat de cracker erop.
En dan gaan we niet u één. Is prevaleert zeg maar het uiterlijk van het complete gerecht ook mee? Telt dat mee? Het zit, ja, zeker. Ja? Zeker. Ja? Het telt natuurlijk als presentatie. Dus dat vinden ze uiteraard ook belangrijk. Als je het bord ziet, dan moet dat er gewoon lekker en aantrekkelijk uitzien. En verder willen ze graag technieken zien en veel groente garnituren. Ja. En je zit ook vast aan gewichten. Okay. Dus dit is allemaal op gewicht getraind. Ik weet zo niet wat ze allemaal per stuk mee wegen. Maar in het begin zaten we met veel te weinig gewicht in verhouding. Dus toen zeiden ze, als we die groter gaan maken, dan doet dat aan de smaak doet dat niet heel veel. Maar dan aan het gewicht trekken we hem wel omhoog. Ja. Nou ja, op die manier kijken wij ook naar de gerechten. Ja. Dus hier hebben we eigenlijk een tatin gemaakt. Maar dan van shallotjes, dus korstdeeg, ja. Geconfijte shallot, die hebben we geconfijt in karamel, gezouten karamel. Daar komt een vlinder op, die is gemaakt van ijshoorntjesbeslag, dus oblie. Ja, alles gelijk hoeveelheden, bloem, eiwit, alles hetzelfde. Ja. En in een heel dun malletje denk ik, als ik zo meekijk. Ja, malletje, een smeermalletje. Ja. Dan hebben we als volgt. Mousseline gemaakt met wat curry. En de basis is aardappel. Mag ik vragen, voor mij lijkt het of er een gelei omheen zit. Klopt dat of zie ik dat niet dat goed? Klopt. Mag ik vragen op welke basis je die hebt gemaakt? Dat is op basis van vegetaal. Ja. Dus dat eet nog steeds heel erg lekker. Ja. Heeft zelfs een beetje een frisje qua smaak. En het ziet er gewoon heel erg mooi uit. En het is ook weer een techniek, het chileren. En dat vinden ze ook altijd belangrijk. Heb je taartje moeten aanvriezen of is dat niet nodig met de vegetaal? Ja, om hem mooi uit de mal te krijgen moet je hem wel aanvriezen. En je moet hem natuurlijk prikken om door te halen. Want dat is eigenlijk de techniek wat je doet. Ja. Dan moet je hem over het algemeen wel vriezen. Dan hebben we garnituur van gele bietjes. Dit is gekookte gele biet met wat saffraan. Dan komt er een dimsum op, dus dat is eigenlijk een rauw plakje zoals je hier ziet. Ja. Ingelegd in een zoetzuur marinade. Mooi droog gedept. En dit is dan kohlrabi, die komt straks weer. Hoe krijg je hem zo geel? Ja, dat is die saffraan. Dat is saffraan de vocht is met saffraan getrokken. Mooi, heel mooi. Dan komt er een crème bij, dus een eiwitcrème. Die is gemaakt met dragon. Met dragonolie, wat je als basis gebruikt, met yoghurt en eiwit. Ja, correct. En zoals je ziet, wordt elk garnituurtje wordt ook weer afgewerkt. Dat is ook gewoon een stukje verzorging natuurlijk. Ja. En ook een vereiste voor de juryleden? Ik denk het wel. Ja. Het is niet dat ze zeggen dat werkt, maar ik denk wel dat het uitmaakt. Dan komt er puree bij van mosterd, hele mooie knallende crème. Die mosterd die bak je helemaal uit, gewoon in de droge pan, heel lang roeren, dat is geen leuk werk. En dan karamelliseer je hem eigenlijk met wat sambai-azijn. En dan maak je hem af met een beetje boter. Dit is gewelde mosterdzaad, je hebt geweld in appel. Appelsap. Jullie kiezen ook heel duidelijk om die Nederlandse flavoring ingrediënten mee te geven. Dat is wij kiezen daar wel voor, ja, dat is een bewuste keuze. Ja. Ja. Wordt het ook gewaardeerd door de juryleden dat ze dat karakter van Nederland kunnen herkennen? Dat denk ik wel. De wedstrijd hiervoor was het ook echt ons thema. Dus we hebben ook altijd een thema wat vastzit aan de wedstrijd. Aankomende keer gaan we bijvoorbeeld de seizoenen lucht, vuur, aarde en water gaan we terug laten komen in het hele menu. Dit is dus de chucksteak, gestoofd. Ja. Dus dat is ook zo'n dingetje, je moet wel voorbereid zijn dat je een snelkookpan mee hebt en dat soort dingen. Ja. Want anders ga je het gewoon niet redden. Nee, dan krijg je hem echt niet zoals je hem wil. Nee. Dus deze is mooi, mooi gestoofd. Dan wordt de jus ook weer lekker ervan. De jus is gemaakt met madeira en wat port. En ook die moet heel ver gereduceerd worden, want je mag dus wel een fond meenemen, maar als die op smaak is, dus als die lekker is eigenlijk, dan gaat er een streep door. Dus hij mag echt niet lekker zijn. Dus je moet nog wel wat doen. Je moet er echt wat aan doen, ja.
Er kwam zojuist een olie bij van alle kruiden en ja, alle kruiden voornamelijk die wij over hebben op zo'n dag. Ja. En dan heb ik ook weer alle producten verwerkt die ik wil verwerken. En blijf ik zonder weest over. Want die controle wordt ook gedaan terwijl je bezig bent. Dat ze kijken ze ja, je hebt ook doorzichtige prullenbakken. Dus ze zien alles. Ja, ja. En ze gaan ook je kasten door en ze gaan je boxen in. Dus die hou je niet, niet voor de gek. Okay. Nee. Nou. Kijk. Rumsteak maken we nog even af met wat trappeurzout. Oh. Dat is hem. Ja, ik had hem natuurlijk op de foto van het recept van Davy al, van het team, wat Davy nou vandaag presenteert, gezien. Daar zag het er heel mooi uit, maar als ik die er nog even live in werken zie, wauw. Ik kan me wel voorstellen dat jullie de laatste keer hoge ogen hebben gescoord. Dat kon ik ook wel lezen, zeg maar, uit ervaringen van andere landen die ik nog wel een beetje volg, dat toch wel geroemd werd. Maar ik begrijp ook wel waarom. Mooie technieken. Ze hebben het ook heel erg gewaardeerd dat het vlees gewoon... normaal, zoals vroeger iedereen dat deed, bereid is in plaats van in een reuner of iets. Ja. Dus gewoon uit handje braden in een stille oven. Dan even laten rusten in een badje met wat olie en rozemarijn, tijm en knoflook. En dat hebben ze heel erg gewaardeerd. Dus feitelijk het klassieke vakmanschap wordt lekker erg gewaardeerd koken. Dat je dat doet. Lekker koken. Ja. Maar desalniettemin is het wel een gerecht van nu. Als ik naar de garnituren kijk, het volume van de groentegarnituren, wat je al aangaf, was belangrijk. Maar op deze manier, ja, dan zet je wel wat neer. Ja. Oprecht vind ik een onderdeel van een winnend menu waar het hele team, zeg maar, uiteindelijk aan gewerkt heeft. David, dank. Fijn dat je dit wilde doen. Want heel leuk. Ook, ze bereiden het ook nog even voor. Het is niet zo dat ze dit natuurlijk even alle minuut kunnen doen. Dus ook weer op de zaak dingetjes willen maken. Alleen om je dat vandaag te tonen. Dus dank daarvoor. Marco had ik al bedankt net. Maar beide heren, super dank. Ik vind het altijd erg leuk als het Nederlands team... als we het kunnen ondersteunen, dat is de reden dat Hanos partner is. Niet meer en niet minder. Wij vinden het belangrijk dat wij kunnen helpen daar waar het jullie makkelijker maakt. Maar dat jullie op deze manier ook weer wat terug doen voor ons, voor onze kijkers. Dat waarderen we enorm. Ik vond het leuk dat u heeft gekeken. We hebben veel meer van dit soort masterclasses online staan. Die gaat u in de link vinden die nou in beeld wordt gezet. En ik zeg nog één keer, alle recepten zijn gewoon te downloaden. Want het Nederlands team heeft er heel veel gemaakt. En het is echt van mijn advies, kijk ernaar, raak geïnspireerd door mensen zoals Davy en Marco. Die op dat hoge niveau dit soort wedstrijden doen. Daar kun je alleen maar van leren. Ik ga u danken voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.